8 superzware mannen, afkomstig uit de hele wereld, kwamen eind november in Nieuw-Zeeland om uit te maken wie zich daar de sterkste man van de wereld mocht noemen. En dat ze daar tot ongelooflijke prestaties kwamen, dat ziet u nu in de komende aflevering van AVRO's Sportspectakel. Dames en heren, goedenavond. Welkom vanuit Christchurch in Nieuw-Zeeland. De wereldfinale sterkste man belooft zeer interessant te gaan worden, omdat de drievoudig winnaar van die wereldfinale, de Amerikaan Bill Casmire, er ditmaal niet bij is. En de 8 deelnemers dus gaan beginnen aan een volledig open strijd. 8 gerenommeerde kandidaten dus voor de titel de sterkste man van de wereld. En onder die 8 de Nederlander, de winnaar van de Europese finale. En hij heet Siem Wulfsen. Siem, we staan vlak voor het allereerste onderdeel. Hoe is het met je voorbereiding geweest voor deze wereldfinale? Nou, ik heb even de tijd gehad om extra te trainen. Dat heb ik ook gedaan. Ik voel me erg beter bij de sterkste man in Europa. En ja, het zijn alweer iets grotere jongens en er zitten weer vrachtwagen trekken bij. Ik ben de lichtste, de kleinste, maar ik zal mij even vastbijten als een terrier. Je zegt ik heb harder getraind. Train je dan met zwaardere gewichten of train je dan juist meer met dezelfde gewicht? Ik heb regelmatig getraind. Normaal train ik omdat ik het hartstikke druk had. Ik heb een sportschool en zo, dan heb ik een paar keer getraind. Omdat ik er dan te makkelijk over denk. En nou, de laatste keer was Kees in Holland. Dat was een gevaarlijke tegenstander en dat overkomt me geen tweede keer meer. Hij zint op vraag natuurlijk, Kees. Ja, ja. Maar ik ook. Siem Wulfsen zijn hier de andere deelnemers. Eerst de huidige nummer 2 van Europa, uit Engeland, Jeff Capes. Een van de beide mannen uit de Verenigde Staten is de powerlifter John Gamble. Een thuiswedstrijd voor de man uit Nieuw-Zeeland, Alan Holberg. Vervolgens de showman van de Europese finale, uit IJsland, Jon Paul Sigmarsson. Nog een Amerikaan, alweer een powerlifter, dit is Doyle Kennedy. En dan voor het eerst een man uit Afrika, uit Nigeria, deze Chris Okonkwo. Ten slotte iemand uit Canada, deze Tom McGee. En dit zijn de 8 deelnemers. Het eerste onderdeel is het stalen stavenbuik. En we gaan kijken naar de eerste ronde voor 14 mm met Alan Holberg, Tom McGee, Doyle Kennedy en Jon Paul Sigmarsson. En dan bewondering in de ogen van dit kind voor het geweld dat ongetwijfeld gaat komen. En wat voor geweld. Kijkt u eens naar Sigmarsson. Die is al bijna klaar en die heeft er een fantastisch lintje van gemaakt. McGee, geen enkel probleem. En hier aanvankelijke problemen voor de Nieuw-Zeelander, Holberg. Maar ook hij is klaar en ook Doyle Kennedy. En dan oprecht applaus van dit Nieuw-Zeelands jongetje. De tweede ronde dan voor 14 mm. Chris Okonkwo uit Nigeria, Jeff Capes uit Engeland, Simon Wulfsen uit Nederland en John Gamble uit de Verenigde Staten. Hier Simon Wulfsen, John Gamble. En daar staan de 4. Van Capes en Wulfsen kennen we natuurlijk de mogelijkheden, maar het is zeker dat ook bijvoorbeeld John Gamble een reputatie heeft op dit onderdeel. Zo werd hij tweede bij de wereldfinale in 1982 achter Capes. Let u op Capes, die is klaar, Gamble klaar, Wulfsen klaar en ook Okonkwo. Alle 4 gaan over naar de volgende ronde. Voor 15 mm dan, links Holberg, Kennedy, Sigmarsson en McGee. Terwijl Wulfsen hier gemasseerd wordt. Holberg, de Nieuw-Zeelander, Kennedy uit Oregon, Verenigde Staten, Sigmarsson uit IJsland en Tom McGee uit Canada. Ja, dat gaat natuurlijk wat moeilijker. Een vertrokken gezichtje bij deze Doyle Kennedy. Let u op Tom McGee, die lijkt het verste te zijn. Probleem ook voor Holberg. Aanwijzingen dan van Capes. Tom McGee, die gaat goed, een ijzersterke man, wereldkampioen. Op het onderdeel powerliften bij de wereldkampioenschappen in München in 1982. En dan bedient hij zich van deze techniek en dan gaat het signaal. Maar McGee is het verste gekomen, dat zal achteraf blijken. Niet de 20 centimeter heeft hij gehaald, maar hij is gekomen tot 45 centimeter.
De tweede ronde dan voor 15 mm. Chris Okwonko, Simon Wulffs hier, John Gamble en Jeff Capes. Let u op Simon Wulffs. Fantastisch. Heel snel. Prima dat eerste aanzetje en dan moeilijkheden voor Capes. Hij heeft nog nooit dit onderdeel verloren. Hij heeft het altijd gewonnen bij welke finale dan ook. En ziet u, Simon Wulffs is al klaar. En dan zijn er problemen voor Gamble. Problemen voor Okwonko. En let u eens op problemen voor Capes. Hij zal voor het eerst moeten capituleren. Hij wint dit onderdeel niet. You never lost in Barbin, Jeff. There's always a first time for everything, isn't there? And it's nice to see my old mate Seaman coming through and beating me. Because in the last two competitions with him, I've beaten him twice. So it's a very good omen for him, because I think he can go a very long way in this competition. Dat noemen ze in het Nederlands, mag ik even vangen, hè? Ja, ik moest wel, want dit is een van mijn sterkste onderdelen. En dan nog een paar andere onderdelen. En morgen komen er onderdelen bij waar ik niet zo goed in ben. Dus ik moet profiteren van de sterkste onderdelen. En we zitten tenslotte in de sterkste man van de wereld, dus ik doe mijn uiterste best. Goed, laten we jou voorlopig even alleen maar vergelijken met Jeff Capes, je grote rivaal in Europa, zou ik maar zeggen. Die heeft nog nooit verloren met dit stalen stavenbui. Nee, en daarom ben ik erg blij dat ik van hem gewonnen heb. Ik vind het prachtig. Dit is het leukste wat we kunnen overkomen. Dat geven we weer moed voor de hele dag ook. Hè? De uitslag: 1 Wulffs, 8 punten. 2 McGee, 7 punten. 3 Capes, 4 Gamble, 5 Sigmarsson, 6 Okwonko, 7 Kennedy en 8 Holberg. In het tweede onderdeel moeten de heren aan de wandel met in elke hand een blok hout van 68 kilo. Het gaat hierbij om de afgelegde afstand en niet om de tijd. Snel lopen heeft dus helemaal geen zin. Eerste serie met deze Jon Paul Sigmarsson, tweede van de Europese finale. De man die u net zag, de tweede van de wereldfinale, Tom McGee. Een 26-jarige Canadees, dit is al gezegd, wereldkampioen powerlifter in de superzwaargewichtklasse in 82 in München. Ook een powerlifter deze IJslander, de showbink van de Europese finale, Jon Paul Sigmarsson. Die gaat snel. En deze wat moeizamer, Tom McGee. Kijk eens naar de IJslander. Verder is hij. Een ovaal moeten ze ronden. En u ziet daar die strepen. En daar precies op kan worden gemeten. Verpakken dat gewicht moet Jon Paul Sigmarsson en ook Tom McGee. Links en rechts dus de IJslander. Dit is de Canadees. En dan toch problemen. Wel geteld 68 kilo aan elke arm. Ga er maar aan staan. Ja, moeilijkheden nu voor de IJslander, maar hij is verder dan de Canadees. De tijd stopt hier en er wordt gemeten. Natuurlijk weer die gebaren van Jon Paul Sigmarsson, 54 meter 32. En Tom McGee is ook klaar. Zijn afstand is 47 meter 31. En dan de tweede serie met Jeff Capes, de man die u natuurlijk kent. Tweede van de Europese finale, 34 jaar is hij. Een man die twee hobby's heeft, eten en ja, parkietjes fokken. Dat zou je niet zeggen. En dit is John Gamble, wereldkampioen powerliften in de klasse tot 125 kilo. Een Amerikaan, rechts dus, 26 jaar. Een lekker jong. Voorsprong voor Jeff Capes en dit is Gamble. Rustig lopen, niet te snel, want dan gooi je jezelf gewoon uit balans. Vertrokken gezicht van Capes en toch ook van John Gamble. Met de achterstand en de moeilijkheden. Ja, dat gewicht kan hij niet meer verpakken. Laat ze hier gaan. Gebaren van teleurstelling. Zijn afstand is 26 meter 67. Op dit moment als laatste. En dan Capes die doorgaat. Schreeuwend. Zichzelf opjutten. En toch ook de moeilijkheden nu voor Jeff Capes. Ja, en dat gewicht pakt hij niet meer over. Zijn afstand 53 meter 96 en dat was 36 centimeter minder dan Jon Paul Sigmarsson. De verbroedering hier bij Gamble rechts en Capes links. En dan nog eventjes dat moment waarop Jeff Capes dat gewicht niet meer kon verpakken. Zijn afstand dus 53 96. De derde serie, u zag al Sien Wulffs en deze Chris Okonkwo uit Nigeria. Okonkwo, 37 jaar, een kogelstoter uit Nigeria en houdt het nationale record er al 13 jaar. Hij is inspecteur van de Nigeriaanse politie en hij komt ook uit in de Schotse hooglandspeler. Rechts Wulffsen en Okonkwo die erg snel gaat. En Sien Wulffsen die een beetje mee wil lopen. Die Okonkwo niet wil laten gaan, maar moet gewoon zijn eigen race gaan lopen. Die balans is moeilijk te vinden met in elke hand 68 kilo. Okonkwo gaat hard, te hard zou je bijna zeggen, en vliegt hier als het ware uit de bocht. Zijn afstand 47 meter 82 en daar gaat Sien Wulffsen er langs. Zijn afstand 51 meter precies en hij heeft last van zijn handen. De vierde serie, daar zijn we nu aan toe.
Links Doyle Kennedy, ook een powerlifter. En deze Alan Holberg, ook hij is powerlifter. En Holberg is afkomstig uit Nieuw-Zeeland. 28 jaar is hij. Hij is begonnen als kogelstoter en discuswerper. En is al jaren nationaal kampioen in de klasse tot 125 kilo. Ik heb het dus over de man hier rechts. Doyle Kennedy, links dan, die krijgt als eerste problemen. Begint al te pungelen en laat zomaar vallen. 12,77 meter, dat is natuurlijk niet erg ver. En ze zien er misschien niet aardig uit, dames, maar ze zijn ontzettend handig bij het boodschappen doen, want zware tassen kunnen ze aan. Kijk eens naar Alan Holberg. Die begint ook nu te wiebelen. Beste afstand nog steeds met 54,32 meter voor Sigmarsson. En dan strandt daar ook Alan Holberg, 41,42 meter. Hier is de uitslag van het tweede onderdeel, een overwinning voor Sigmarsson. Tweede plaats is voor Jeff Capes. Zien Wulfsy hier derde en dan verder het rijtje af. Okonkwo, McGee, Holberg, Gamble en Kennedy. Opnieuw dus in de voorste gelederen, Zien Wulfsy. Ik moet zeggen, een derde plaats is niet gek, Zien, maar toen ik je zag lopen dacht ik misschien dat er toch nog iets meer in gezeten had. Ja, ik heb het geprobeerd, maar op een gegeven moment worden die bomen zo zwaar. Dan vallen ze gewoon uit je handen en dan kan je er toch niks tegen doen. En ik ben dik tevreden met mijn derde plaats. Probeer die niet te hard met die Chris mee te lopen? Ja, en dan ga je schokken en dan schiet die handen verliefdelijk steeds verder open. En dan kan je het gewoon niet meer houden. De stand na 200 delen. Eerste Wulfsy 14 punten, tweede Capes 13, derde Sigmarsson 12, vierde McGee 11. En dan een redelijk gat voor Okonkwo, Gamble, Holberg en Kennedy. Het derde onderdeel, het bekende vrachtwagentrekken. Eigenlijk was er een variant op dit onderdeel gepland en zou getrokken worden met een tractor. Maar omdat daar geen beweging in zat, viel men weer terug op de oude vertrouwde vrachtauto. Geen race van twee man, maar in dit geval een race op tijd. En dit is Jeff Capes, een man die kracht koppelt aan snelheid. 7 ton weegt de wagen en het parcours is 30 meter lang. Prima rollend hier, Capes. Dit is een van zijn sterkste onderdelen. Gestadig tempo. En dan in het zicht van de finish en dan laat hij zich vallen zijn tijd 42-6. Een oprecht applaus voor deze sterke Engelsman. Simon Wulfsen dan nu, een beduidend kleinere man dan Capes. 1,81 meter en maar 110 kilogram zwaar. En het is juist de combinatie van lengte en gewicht die bij dit onderdeel belangrijk is. Wat doet Wulfsen? Hij heeft in ieder geval de wagen rollende. En dat is belangrijk. Gestadig tempo, maar u weet het, Capes was snel met zijn 42-6. En hier dan de finish voor Wulfsen, 53-8. En de tijd zal leren hoe zich dit verhoudt tot de anderen. Hoe ging die, Sim? Ik heb hem gelukkig tot het einde gehaald. En dat ging beter dan dat ik vocht. Het is erg zwaar voor me. Ik ben versleten. Het laatste stukje ging beter, hè? Ja, omdat je tijd zelf gezeten kreeg hele moeie benen in de midden. En aan het einde ging het een beetje beter. Maar blijkt hem tot het einde heb. De volgende, Chris Okonkwo uit Nigeria, 37 jaar oud, 1,90 meter lang en 127 kilogram zwaar. Een man die zich na zijn atletiek carrière is gaan specialiseren in de Highland Games. Het is al gezegd, zo zal hij Afrika vertegenwoordigen bij de aanstaande wereldkampioenschappen in Schotland. De snelste tijd is nog nu, tot nog toe van Capes, 42-6. Okonkwo. Wel tempo, maar een beetje waggelend. U ziet het, het gaat duidelijk minder vloeiend dan bij Wulfsen en zeker minder vloeiend dan bij Capes. En zijn tijd blijkt ook langzaam te zijn, 66-7, langzamer dan Capes en langzamer dan Wulfsen. Doyle Kennedy nu, de 35-jarige powerlifter uit Oregon, de Verenigde Staten. En we zien het laatste stuk van zijn race. Ook niet snel, 71-3, langzamer nog dan Chris Okonkwo. Het laatste stuk vervolgens van de IJslander Jon Paul Sigmarsson. We kennen hem van het botentrekken in Arnhem. En wat maakte die een geluiden? Daarover de finish, 73-3. Sigmarsson is de langzaamste tot nu toe. Het startschot dan nu voor de favoriet van het eiland, Alan Holberg. 28 jaar, 1,89 meter lang en 122 kilogram zwaar. Holberg is zoals gezegd van het kogelstoten en discuswerpen overgestapt op het powerliften. Nog steeds die snelste tijd van Capes die benaderd moet worden, 42-6. En die tweede snelste tijd van Wulfsen, 53-8. Wat wordt de tijd hier van Holberg
Ook hij zat in potten breken, 72-1, iets sneller dan Sigmarsson. Dan nu Tom McGee, was 25 jaar oud, 1,93 meter lang en 127 kilogram zwaar. McGee was zoals gezegd wereldkampioen powerliften in de superzwaargewichtklasse 1982 in München. En tweede bij de wereldfinale sterkste man, datzelfde jaar achter Bill Kazmaier. Wat kan hij op dit onderdeel? 42-6 is het doel. De snelste tijd van Cage. Maar ook hij langzamer dan Willemsen en Cage 69-9. En daarmee is er nog één man te gaan. En die laatste man wordt John Gamble, de 26-jarige Amerikaan. En zijn race wordt becommentarieerd door Jeff Cage. Well, the secret is to actually go as fast as you can and finish. Sure. In power relation events, you don't have to be the most powerful deadlifter in the world to do the lorry pull. You have to be the most coordinated power athlete. Yeah. We've got Johnny Gamble now, and he's actually going faster now at the end. He has done during the middle of the race there. Yeah. And he's going to really drive that line now. But look at his face. You know, I mean, he's a black guy and he's nearly white. En ook Gamble verrichtte geen wonderen. De stand na drie onderdelen, 1 Capes en Wolfsen gedeeld 21 punten, dan McGee, Okwonko en Sigmarsson. I love pulling lorries. I mean, I've made it a speciality of my own. I love bending bars, but I come third and I was beginning to worry whether luck's been run out, you know? Het laatste onderdeel van de eerste dag is de deadlift. Wereldrecordhouder hierbij is de Amerikaan Doyle Kennedy. Doyle, next event is deadlifts. You're the current world record holder. What do you think about this? It's quite different, I think. It's quite different, but I think it'll prove out to be real interesting. I think you'll see some good heavyweights lifted. I think you'll get two, maybe three guys over 800 pounds. So there's seems to be a lot of life in the bar, so it should go well. Dat zei dus Doyle Kennedy, wereldrecordhouder dus met 403,6 kilo. We gaan kijken naar de deadlift. De gewichten zijn ditmaal Nieuw-Zeelandse kazen. We zijn begonnen met 235 kilo en nu is er al 405 kilo in de bak. En alleen de Nigeriaan Chris Okonkwo ligt eruit. Hier is de Nieuw-Zeelander Alan Holberg, een powerlifter. Zijn persoonlijke record stond op 330 kilo. Daar is hij nu al ver overheen dus. Geen probleem voor Holberg. Natuurlijk de favoriet daar in Nieuw-Zeeland. En dan eens kijken wat er met een strap kan gebeuren. Zo'n draadje wat er om je pols hangt en ook om de halter, dat kan breken bij zo'n gewicht van 405 bij Tom McGee. Zijn tweede poging was wel goed. En dan Jeff Gaves op 415 kilo, dat is geen powerlifter. En dat ziet u hier, hij moet afvallen. Jeff Gaves er dus uit op 415 kilo. Dan John Gamble op 455 inmiddels. Derde in de sterkste man van de wereld vorig jaar, achter Bill Kazmaier en Tom McGee, 26 jaar. Wereldkampioen powerlifter tot 125 kilo en het lukt hem hier prima. Gamble dus 455 kilo. De volgende is John Paul Sigmarsson, ook geen kleine jongen. Die strept eromheen. Dat brak dus net bij Tom McGee. En concentratie, natuurlijk weer show bij John Paul Sigmarsson. 455 kilo. Commence! En nog even lachen. Hij blijft acteren en toch ook goed presteren. Kijk eens hier. 23-jarige man, alweer die gebaren, bodybuilder is hij geweest, karateka en nu dus powerlifter. 455 kilo, hetzelfde gewicht voor Alan Holberg. Het is nog maar eens gezegd, de Nieuw-Zeelander dus, oftewel de Kiwi. Kijkt er boos bij, maar hij redt het wel. En dan zijn we inmiddels op 475 kilo. Maar twee mensen zijn eruit, Capes en Okonkwo. We zijn dus nog met 6 man in de race. Come in. Weer Sigmarsson. Van beroep uitsmijter. En je kijkt wel uit natuurlijk om in die tent waar hij werkt zonder stropdas binnen te komen. 475 kilo voor Sigmarsson. Cheers. Alan Holberg in New Zealand, his previous best, 330 kilos. He's now done 455. He's attempting even more than that. I mean, what do you think of it? Well, I improved 290 pounds myself on my previous best. And I think it's a tremendous competition because last year there's only two guys ever did 1,000. Come on! No, no.
No. There's only Kazmaier and Hackett that's ever done 1,050 in the world. Right. And already three guys have gone 1,047. So, no, he's out. But tremendous achievement, let's face it, to lift that weight off the floor. Phenomenal. There's still five guys left in the competition at 1,047 points. Tremendous. Inderdaad, nog vijf mensen in de race, onder wie deze Nederlander Siem Wulfsen. We hebben hem nog niet aan het werk gezien, maar het ging tot dusver prima met hem. Hij staat hier voor het gewicht van 495 kilo. De klap van Huub van Eck, eens deelnemer in twee sterkste man van Nederland competities. Maar nu staat Siem Wulfsen er helemaal alleen voor. Eerste poging, strand. Hij heeft last van zijn handen, heeft het eelt ervan afgetrokken en dat is zeer pijnlijk natuurlijk. Huub van Eck daar weer bij ter assistentie. Dan wat onbegrip. Tape moet er niet helemaal af, maar wat lossen. Weer die steps goed. 495 kilo. En nog vijf mensen in de race. Weer dat opjutten van Van Eck. Concentratie. De klap. Tweede poging van de 32-jarige Siem Wulfsen, strand ook. Tegels eronder uit. En opnieuw. En de tijd dringt natuurlijk. Huub van Eck daar op knieën, als in gebed daarvoor. Hou aan hem, kom zien. Dan geef alles toch eens zien. Derde poging van Siem Wulfsen, grommen. En hij krijgt hem er net niet uit. Jammer, maar hij strandt hier. Nog maar vier mensen over dus. Applaus toch voor Siem Wulfsen, 495 kilo is niet niks. En die pijnlijke hand. Het eelt was eraf, u ziet dat hier. En dat is natuurlijk niet makkelijk tillen zo. We gaan door. Inmiddels het gewicht op 505 kilo met deze John Gamble. En die kan wat powerliften betreft. Dan strekken die rug, maar dat lukt net niet. En die tweede poging gaat ook niet. We gaan inmiddels toch naar het gewicht van 515. En we zien voor het eerst de wereldrecordhouder aan het werk, Doyle Kennedy. Een 35-jarige man uit Oregon in de Verenigde Staten. Is ook al ver boven dat wereldrecord natuurlijk, maar dit deadliften is toch wat anders als het echte deadliften. Bij het echte deadliften zijn het dode gewichten en hier leeft die bar, die halte. Kennedy overeind en het lukt, 515 voor hem. Dat lukt ook voor Tom McGee, die heeft u nog niet aan het werk gezien. Maar het moet nog lukken voor deze Jon Paul Sigmarsson, ook hij dus 515 kilo. Fantastische kop. Kennedy heeft er toch wat moeilijkheden mee. Die doet dat anders, veel rustiger. Maar deze man is een publiekspeler, zou je zeggen. Paars wordt hij nu, maar hij krijgt het eruit. 515. En dan weer show. ...525 kilo. Daar paste Doyle Kennedy voor. Jon Paul Sigmarsson haalde dat. Ook Tom McGee. En we zijn inmiddels op 535. Zowel Kennedy als Sigmarsson sneuvelen op 535, maar de IJslander wordt tweede omdat hij die 525 wel tilde, waar Kennedy dus hooghartig voor paste. En dit is Tom McGee, superzwaargewicht, wereldkampioen powerlifter van 82. Hij staat dus voor 535 kilo. Als enige kan hij hier kans zien om 535 kilo te halen. Een deadlift die 2,5 uur zou duren daar in Christchurch. We zijn begonnen op 235 kilo, we zijn nu 300 kilo verder. Rechte rug moet Tom McGee dan krijgen. En dat lukt hier, 535 kilo. Tom McGee wordt eerste. Hier is de uitslag. Siem Wulfsen 25 punten op de eerste plaats, tweede Tom McGee 24, 3 Jeff Capes 23, 4 Jon Paul Sigmarsson 20 en de Amerikanen blijven nog even weg. Dat is de stand na de eerste dag. Siem, begin van de tweede dag, even twee zaken. Allereerst heb je tijd genoeg gehad om te herstellen, want het was gisteren toch behoorlijk zwaar, dacht ik. Ja, ik heb goed geslapen vannacht en ik voel me eigenlijk prima. Dus ik zal niet weten, het enige is misschien dat ik moeilijkheden krijg met mijn hand. Maar voor de rest voel ik me eigenlijk prima, ik heb nergens pijn. Dat was de andere zaak, dus dat gaat redelijk, hoor ik. Toch moet die eerste plaats jou motiveren, hè? Die eerste plaats na de eerste dag. Ja, zeker weten. Ik zal er hard voor knokken ook. Het zou te gek wezen als ik zou kunnen winnen. Je moet er nog niet aan denken. Nee, dat doe ik ook niet.
Tom, you had a hard day yesterday. Did you have enough time to get over that? I had enough time to get over it to some degree. I think whenever you have that kind of an expenditure of energy, some of your explosiveness will be down a little bit, so I'm anticipating a slight reduction in my ability on the weight over the bar. Now, the events to come, do you know them and do you fear them? I know two of them. I don't know the other two. And, of course, there's always a certain amount of questioning and doubt when you are doing a new event you've never seen before. So it'll be interesting. Now, you're second best at the moment. Mm-hmm. Who will be first at the end of the day, Wolfse, Capes, or McGee? Well, I think anyone could do it. It's just going to be the person that holds it together and makes all the right moves now. Het eerste onderdeel dus van de tweede dag, stenen boven het hoofd tillen, en dat is een zware manier van ontbijten. De poging is geslaagd wanneer de armen gestrekt zijn. Holberg voor 84 kilogram, goed, maar hij zal niet verder komen. Simon Wulfsen nu voor 99,5 kilogram. Uitstekend, en Simon zal verder gaan. Ook Monkhorst dan voor 103,5 kilogram. Moeizaam omhoog gebracht en het bleek het laatste van zijn mogelijkheden. Doyle Kennedy voor 103,5 kilogram. Goed, maar ook voor hem de laatste poging. En dan Sigmarsson 103,5 kilogram. En die kiest als tussenstation het hoofd. En dan is er boter op je hoofd. Maar goed, en hij gaat verder. 110 kilogram dan met John Gamble. En er zijn dan nog 5 man in de strijd. Handige manier van tillen daar, even door de benen heen, over die borst gerold en dan omhoog gestoken. Geen problemen voor Gamble. Jeff Capes, 110 kilogram. Ook geen probleem. Tom McGee, 110 kilogram. En vooralsnog geen moeilijkheden voor deze allround sportman die behalve powerliften ook nog doet aan turnen, borstelen, atletiek, zwemmen, tennissen en kickboxing. En dan gaan we verzwaren tot 115 kilogram en er zijn er nog 5 man in de race. 115 kilogram en Simon Wulfse is de eerste die mag proberen dit omhoog te brengen. Diep door de benen ook. Gaat goed. En dan het uitstoten op de juiste manier. Tom McGee voor 115 kilogram, hetzelfde gewicht als Wulfse. En McGee is een belangrijke concurrent voor Wulfse in het klassement. Lange concentratie. Ziet er niet naar uit dat hij er erg veel zin in heeft. Om dit gewicht omhoog te brengen. Goed, 115 kilogram, McGee, maar hij zal niet verder komen. En dan gaan we naar 121 kilogram en er zijn er nog 4 man over. De eerste is John Gamble. Die hier in de riem gehesen wordt, een soort corset voor de rug en dat is belangrijk bij dit onderdeel. Oh. 121 kilogram. Behoedzaam voorbereid, eerst die steen op dat rechter bovenbeen. En dan de juiste grip zoeken. En dan omhoog. Gamble blijft in de race. ...121 kilogram nu voor Jeff Capes. En dat deze man belangrijk is voor Wulfse, dat is natuurlijk duidelijk. Hij speelt ook nu weer een belangrijke rol in het geheel. Klein gemaakt, zeer diep. Ah,
En dan het uitstoten en dat gaat mis. En gaat Capes dan verder? Finished, referee. Nee, finished. En dat is natuurlijk gunstig voor deze man Willemsen. Hij weet dat Maggie en Capes niet verder gaan. Voorwaarde zegt ze dat hij dit gewicht omhoog brengt. 121 kilogram. Kom op. Jij kan het doen. Kom op. Werken. Zet door, zien. Je hebt de kracht voor. Kom op, boy. Ja, kom op. Kom op. Kom op dan. Alles is zien. Ja, ja. En het uitstoten, uitstekend Simon Willemsen, een van pijn vertrokken gezicht. Maar hij boekt hier een belangrijke overwinning. Hij weet dat hij McGee en Capes achter zich heeft gelaten. Sigmarsson die voor 121 kilogram. Look at this. Look at this, ja. En dan omhoog, keurig uitgestoten. Sigmarsson, maar ook hij zou niet verder gaan dan 121 kilogram. Het rituele gebaar. En toen hadden we nog maar één man en die ging voor 126 kilogram. John Gamble. En als hij dit haalt is hij winnaar. Want de rest mocht of ging niet verder. U hoort weer het commentaar van Jeff Capes. Got his hands well underneath. I would have gone down a little bit earlier on that one. But he's now up to his chest. He's got an individual technique. He's moving his hands to the sides. If he gets it underneath, it should. If he steadies himself, he's going to pop it up. But he's good as that. Oh, he's going to put it on his head now. He's got massive upper body strength. But it's also an endurance exercise. People don't understand. He's out. I must say, John, the greatest difficulty is finding the balance in the stone. How did you cope with that? Well, I was just, you know, like in the beginning, Precious McKenzie was just showing me a couple of common ideas that he thought would work. Of course, I didn't know anything about lifting a rock. So I just used whatever he said, was getting down low, putting the rock on my knee, and just lifting it up to my chest. And then from there, once you get it up to the chest, then it's basically just trying to find a good place to press it. But you know, the rocks are awkward and they're hard to balance. So I think that was the main problem with it. So you finally won an event, eh? Thank goodness. De stand na vijf onderdelen. 1 Willemsen, 2 McGee, 3 Capes, 4 Sigmarsson, 5 Gamble en 6 Okwonkwo. Het is die oude blessure weer, Simon. Ja, zeker. Daar blijf ik mee toppen. En dat... Daar kom ik niet vanaf, denk ik. Wat is precies? Ja, het is vroeger een spierscheuring geweest bij mijn bicep. En daar moet je eigenlijk heel lang mee rusten. Maar je bent met trainen bezig, je gaat hier doen, je gaat dat doen. Nou, dat gaat niet over. En nou heb ik het weer. Gisteren is goed gegaan. Ja, met zulke dingen krijg ik het. Hè. Toch gaat dat niet slecht voor je, want Gamble wint. Dat is geen bedreiging voor je. En zie ik maar zo'n strand ook op hetzelfde gewicht. Ja, gelukkig wel, ja. Maar zo word ik tevreden natuurlijk. Dat is weer een goed begin voor de nieuwe dag. Nou, laten we hopen dat dat zo blijft. In dit onderdeel moeten de heren een bolletje wol naar boven gaan hijsen. Alleen, dat bolletje is toch 127 kilo. En als je hem helemaal bovenin wil krijgen via die katrollen, dan betekent dat een hoogte van 3,65 meter. Er is een tijdslimiet van 90 seconden, maar die heeft Willemsen niet nodig. Hij geeft hierop, heeft te veel last van zijn arm en zijn hand. En dan raakt een routinier natuurlijk als Capes een kans. De score van Sien Willemsen was 84 centimeter. En wat kan Jeff Capes, die atleet? De kogelstoten. En dan heeft hij toch voordeel van het feit dat het een atleet is, een kogelstoter, meer dynamische sporten heeft gedaan, vergeleken bij die powerlifters. Hij kan ze pakken, elke keer komt dat gewicht even op één arm. Dan moet zijn bovenlichaam moet helemaal terug en dan weer naar achteren. En dan heb je natuurlijk voordeel van je lichaamslengte. Handen op elkaar voor Jeff Capes. Maar hij is hoger dan Willemsen, dat is duidelijk. En dan het dode punt en dan moet hij hem laten gaan, maar zijn score is fantastisch, 2 meter 6. Lichaamslengte zou misschien ook een voordeel kunnen zijn voor deze Alan Holberg, een Nieuw-Zeelander van 28 jaar. Maar hij is powerlifter. Dit lukt. Maar dan verpakken. Andere hand er tegenaan. En hij laat zijn ene hand niet los daar. Dus blijft dat gewicht gewoon op dezelfde hoogte. Die andere hand moet hij kunnen plaatsen. En dat doet hij niet. Dat strekken gaat goed. En dit is het moeilijke werk. Nou lukt het. Nog een keer. Nee, u ziet het van pijn vertrokken gezicht. Alan Holberg geeft op. Zijn score was niet slecht. 1 meter 16. Capes had 2 meter 6. En wat kan deze geweldenaar? John Paul Sigmarsson, een 23-jarige IJslander. Kijk eens. Roept Satan weer aan. Daar schijnt hij goede contacten mee te hebben. En kijk eens hoe hij dat gewicht verplaatst in zijn handen. Alsof het echt een bolletje wol is. 127 kilo dat gewicht. Het paarse gezicht. Fantastisch werk.
En heeft dan zelfs nog tijd voor teksten die hij roept naar het publiek zo af en toe. Let eens op. How about that nou? Geweldig gewoon. Jan-Paul Sigmarsson nog steeds bezig om te tillen. Om te hijsen. En dan, dat dode punt. Achterover valt hij. Maar hij is beter dan Capes, 2,10 meter. En dan dankt hij zijn publiek natuurlijk. Zwaar favoriet inmiddels bij de Nieuw-Zeelanders. Want die houden van show. En dat kunnen ze krijgen van Sigmarsson. Let eens op hier. Hij blijft ze bezighouden. Chris Okonkwo dan, 37-jarige Nigeriaan. Ook zo'n zware. Het startschot. De poging van Okonkwo voor 90 seconden. Kan een Engels scheldwoord ternauwernood onderdrukken, want gleed uit. Het was inmiddels gaan regenen. Dat gewicht werd natuurlijk wat zwaarder. Water in wol, dat betekent extra gewicht. Ja, en dan glijdt dat touw langs zijn handen. En dan krijg je hetzelfde effect als met Wilson toen bij die deadlift. Pijnlijke geschiedenis dus. Hij krijgt de ene hand niet naar de andere. Enige Nigeriaanse verwensingen nu. Probeert ook wat te breien met dat touw. Maar het zet nog weinig zo aan de dijk. Ja, 15 centimeter is niet echt hoog. Hij heeft tanden genoeg. Die kan hij op elkaar zetten voor deze poging. En dan wil hij dat touw van zijn nek af. Petje weer op. Kijk nog eens naar het touw. Ja, ik vind het eigenlijk wel genoeg, zeg. Het applaus voor Chris Okonkwo. Zijn score was 41 centimeter. Niet echt hoog dus. Nou, Kennedy en Gamble, de beide Amerikanen, kwamen ook niet tot schokkende prestaties. En hier is nog één favoriet over. Dit is Tom McGee. Wilson was dus niet bij de eerste met 84 centimeter. Dus kan deze McGee, de Canadees, profiteren. Tom McGee, get ready. De concentratie. De vreemde gezichten. Maar daar let je absoluut niet op als je zulk werk moet doen. Dan ben je met jezelf bezig en met niets anders. En zo hoort het ook. Daar is het schot. De explosie voor McGee. Heeft niets aan zijn handen. Geen handschoenen bedoel ik. En het hele vreemde gezicht van Tom McGee. Het verraadt enige inspanning, dan druk ik me nog zacht uit. En doet dan het touw om zijn middel. Tactiek die we nog niet hebben gezien, maar misschien werkt het. Okonkwo wilde eraan beginnen, maar gaf toen op. De lus. Op de voorgrond zag u daar even geen Scheveningse vissersvrouw, maar dat is de echtgenoot van Tom McGee. Alles bijhield. McGee weer achteruit. Nog niet echt succesvol, dan heeft hij die vrouw weer. En dan kijkt hij toch getwijfeld naar die baal. Kom op nou. De kans voor Tom McGee toch. Wilson op 84 centimeter. Hij kan hier derde worden. Of misschien wel eerste. What's the score on that one? Vraagt hier hoeveel hij al gescoord heeft. 60 centimeter, roept zijn vrouw. Toch weer typisch een voorbeeld van een powerlifter. Statische sport, toch hoe je het bekijkt. Veel kracht natuurlijk. Maar weinig dynamiek. En dat moet je hier bekopen, Tom McGee. De 90 seconden zijn vol en hij scoort 63 centimeter. De uitslag dan, Sigmarsson wint voor Capes en Holberg met Wulfs op de vijfde plaats. En het wordt nu toch heel spannend, want kijk maar. 1 staat nog steeds Siem Wulfs, op 1 puntje gevolgd door Sigmarsson en Capes en het gat met Tom McGee wordt groter. Het volgende onderdeel is het achterwaarts gooien van een gewicht. Chris, as a shot putter, I think you must be pretty good in this coming event. Well, I wouldn't say I'm not good at it, but I have a little complaint about it dumbbell. Yeah, the construction is really very bogus to handle. What's the big trick? No other trick in it than to get the thing right down and lift it up and cross the bar.
officiële naam van dat voorlaatste onderdeel, de weight toss. U kent het onderdeel wellicht van de wereldfinale van 2 en 3 jaar geleden in Amerika. De man staat met zijn rug naar de lat en slingert dan het gewicht als het goed gaat eroverheen. De lat ligt hier op 3 meter en het gewicht is 25,5 kilogram zwaar. En dit is Tom Maggie. Iedereen krijgt 2 pogingen. En hier geen problemen voor de Amerikaan, voor de Canadees Tom Maggie. We gaan dan nu naar 12 feet, zo ongeveer 3,60 meter. En hiervoor staat Simon Willemsen, een kleine man en die zal wat in het nadeel kunnen zijn. Ja! Ja! Maar u ziet het nog geen problemen voor Simon Willemsen. Doyle Kennedy dan voor dezelfde hoogte, 3,60 meter. Een vrij lange man, een van de langere in het gezelschap. Maar die haalt het niet en moet afhaken. Vervolgens John Gamble voor dezelfde 3,60 meter. Ook hij is betrekkelijk klein, 1,81 meter. En dat betekent dezelfde lengte als die van Simon Willemsen. Had wel de hoogte, maar u zag het, het gewicht viel voor de lat. En ook Gamble is eruit. Ook Okonkwo. 1,90 meter lang. Neemt de lat mee. En ook de Nigeriaan is eruit. En dan nu de Nieuw-Zeelander Alan Holberg. 3,90 meter zijn we vervolgens. En die blijft eronder. En dat betekent dan dat er nog 4 man in de strijd zijn als we naar 14 feet gaan. Zo'n 5,20 meter. Simon Willemsen. En dat is echt een behoorlijke hoogte. Nee, en die haalt het niet. En deze man, Jeff Capes, is er natuurlijk uitermate tevreden over dat Wilson dat niet haalt. John Paul Sigmarsson, ik zei 5,20 meter, maar dat is natuurlijk 4,20 meter. John Paul Sigmarsson, hij doet het weer uitstekend in het klassement, het zij gezegd. Maar neemt de lat mee en ook Sigmarsson moet afhaken. Capes grijpt naar zijn schouder. Pijnlijk, heeft weer last van die schouder. Maar met dit onderdeel heeft hij absoluut geen probleem. En dan zijn er nog 2 man in de strijd. De lat was alweer een paar maal verhoogd, maar er kwam geen beslissing. Tom Maggie. Nee, blijft ervoor. En dan is er nog 1 man over, Jeff Capes. En als die het haalt, deze hoogte, dan is hij de winnaar. En hij is lang wereldrecordhouder geweest op dit onderdeel. En ook hier geen problemen, zeer trefzeker. En met deze overwinning komt Capes voor het eerst aan de leiding. 2 Willemsen, 3 Sigmarsson en 4 Maggie. You went a long way with that injury, Jeff. It's a long way for the injury to get me pushed, yeah. But I had to do it because I don't give anything away, you know that. I don't give a single point, nobody, to nobody. And I've got exactly the same injury that I did in Holland. Yeah. And it took me 3 months to get over that. I couldn't train for this event, but I'm back to square one again. I've had a doctor with a painkiller, which I didn't have in Holland. And it allowed me to carry on to get a reasonable height. Get ready! En dan is hier het laatste onderdeel, het laden van 10 meelzakken van elk 75 kilo. En nog steeds kan er van alles gebeuren, om maar eens een gigantisch cliché te gebruiken. Dus, wie verhangt de bordjes en wie verzet de bakens? Capes op 1,5 punt van Wilfsen, dit is nog 2,5 punt van Sigmarsson. Capes, Wilfsen en Sigmarsson, respectievelijk de nummers 2, 1 en 3 van de Europese finale. Eerste serie hier van dat vrachtwagenladen, het meelzakkenladen liever gezegd. Tussen deze Chris Okonkwo en deze Alan Holberg. Holberg rechts. Er liggen nog 7 zakken voor Holberg en nog 6 voor Okonkwo. Op de schouder dan. Hoogte van 1,60 meter. Hij moet helemaal over de rand gegooid worden. En Okonkwo ziet er wit van. Nog 4 zakken voor de Nigeriaan. Rust eraan. En dat is helemaal niet zo gek eigenlijk. Want dat meel komt in je luchtwegen en je moet rustig je krachten verdelen. Alweer 1 zak voor Chris Okonkwo. Holberg doet het nog rustiger aan. Echte zwaargewichten. En hier is Okonkwo klaar. De 10 zakken in 2 minuten 32, 3/10. En de laatste zak ook voor Alan Holberg.
in 2.40.8. En die is hier klaar. Tweede serie dan met de showman. Niet alleen van de Europese finale, maar u. Nu ook van deze wereldfinale, Sigmarsson. En hij moet tegen deze Kennedy die het allemaal maar zo vindt. 10 zakken voor elk. 75 kilo. En kijk eens, Sigmarsson heeft ambitie. Als hij 2 plaatsen voor Wulfs eindigt, kan hij nog tweede worden in het eindklassement. Of misschien wel eerste als Capes het helemaal laat liggen. Het hoge tempo bij Sigmarsson, waar hij zijn energie vandaan haalt, echt onbegrijpelijk. Hij blijft gaan. En Kennedy heel rustig. Achterstand nu van Kennedy op Sigmarsson, 2 zakken. Ja, je ziet het, dat gaat heel rustig. Alsof hij nog meer klussen heeft vandaag. Sigmarsson bezig aan zijn laatste rij van 5. Kennedy moet daar nog even mee wachten. Echt de lieveling van het publiek, deze Sigmarsson. U weet waarom, nog 3 zakken voor hem. En dan gaan we kijken naar zijn tijd en hoe hij zich later zal verhouden met die van Wulfsen. En nu wordt deze reus van 23 jaar uit IJsland ook een beetje moe. Maar dat mag dan ook wel. Leg ze maar neer. Wat trager worden de bewegingen. Nog 2 zakken voor Sigmarsson. En Kennedy kijkt vertwijfeld naar die zakken. De laatste zak is op komst voor Jan Paul Sigmarsson. De geweldenaar. Beste tijd van Okonkwo, 2.32.3. En wat doet deze IJslander? 10 zakken in 1.31.7. Geweldig. Ik versta geen IJslands. Het is me niet duidelijk wat hij hier zegt. Maar het betekent wel kracht, geloof ik. Dit is duidelijker wat hij hiermee bedoelt. Haastoefening voor Sigmarsson. En Kennedy. Die gaat het hier besluiten in 2 minuten 17.7. Dat was op dat moment de tweede tijd. Aandacht dan voor de derde serie. Met Sigmarsson in een van zijn laatste standjes. Links John Gamble en rechts Tom McGee. En die Canadees heeft nog ambitie. Kijk maar eens, naar rechts. Kracht op de schouder. Sprint het naar de wagen. Over 1.60. Struikelt hij zelfs. En daar is zak nummer 2. En Gamble doet het heel rustig aan. Dit is McGee. Het stuivende meel, de sprong en de zakken die niet helemaal over de rand zijn gegooid. En dat moet hij straks nog gaan verbeteren, anders stelt hij poging niet. Gamble doet het heel rustig aan. Althans, zo lijkt het ogenschijnlijk. Maar gaat toch gestaag door. Kijk, en dan gaat die vierde zak hier vallen. En dat kost kracht. Moet weer helemaal op de schouder. Moet hij weer gaan gooien. En die zakken moeten van die rand af. Wordt hem hier verteld door de scheidsrechter, dat gaat hij dan ook hier doen. Maar dan is het tempo er al lang uit bij McGee. Kijk eens, je kan hem niet meer op de schouder krijgen en Gamble wel. Want let op, hij gaat rustig door, deze Amerikaan. En het begon zo fantastisch met de Canadees. En wat rustiger voor deze man. Maar ze gaan gelijk op nu. En hoor die McGee is heeg. 4 zakken nog voor Gamble en 5 voor Tom McGee. Wie had dat gedacht bij het zien van het begin? Die furieuze McGee en die rustige John Gamble. Maar wel sterk. En kijk eens, McGee sterk. Waar haal je nou die kracht nog vandaan? De tweede van de wereldfinale van vorig jaar, direct achter Kersmaier. Vol zelfs dit vrachtwagenladen. Maar toen waren het vaten en geen meelzakken. Vreselijk moet dit zijn. Starten als favoriet. En dan zo kapot gaan in het laatste onderdeel. Terwijl je nog kans hebt op een ereplaats. Kijk eens, John Gamble is hier klaar. Ongemerkt, maar toch 1.47.2. Ook stuk natuurlijk, maar mag het even. En Tom McGee gaat rustig door. Maar wat heet rustig? Moest toch het karakter opbrengen om niet op te geven, maar gewoon die 10 zakken te gaan laden. Inmiddels was het weer warm geworden, zuurstof voor John Gamble. Een temperatuurtje toch van 21 graden. En kijk eens. Ja, nog steeds zuurstof voor Gamble, maar zo is het al genoeg. Waggelend naar de wagen, Tom McGee.
Over de rand. Het lijkt slow motion, maar het is echt de normale snelheid. En zo kan je dus stuk gaan op zo'n onderdeel. Het laatste onderdeel van gisteren, de deadlift, dat won die. Hij eindigde als tweede na de eerste dag. En dan moet je zo besluiten. De sterkste man van de wereld wordt een hel voor Tom McGee. Nog twee zakken. En dan is het echt klaar. Hij lijkt te praten met die zak. Doe je even mee. Maar hij gaat door. Kom on, Tom, kom on, go, Tom. Now clear both of them, Tom, clear both of them. Dan moet die zakken nog van de rand af, douwen ook. Clear. Alsof het nog niet genoeg is. Nou, op weg dan naar de laatste zak. Dit is een vrouw. Ze zegt niks, maar ze denkt van alles. Kom, kom. Kom, kom, kom. De allerlaatste zak voor Tom McGee. De snoekstong over de rand nog. En dan is die eindelijk klaar. Ik kan hem zo te zien meteen naar bed. 4 minuten 10 was zijn score. Langzaam besluit van de derde serie. En het wordt nu tijd voor een heel snel begin van de vierde serie. Simon Wulfsen tegen Jeff Capes. De nummers 1 en 2 van dat moment. 1.31.7 was de tijd voor Sigmarsson. En Simon Wulfsen moet daarbij in de buurt blijven. Anders wordt hij nog gepasseerd in het algemeen klassement. En Jeff Capes die kan alleen maar naar Simon Wulfsen kijken en daarbij in de buurt blijven. En dan maakt hij een hele goede kans op een eerste plaats. In de eindrangschikking wel te verstaan. Deed al aan 3 wereldfinales mee. Jeff Capes werd tweede, derde en vierde, maar nog nooit eerste. En zou het dan hier gaan gebeuren? Nog 3 zakken voor hem. En nu pas voor Siem Wulfsen. Directe confrontatie met Capes gaat dus verloren voor de Nederlander. Maar hij heeft zoveel last van zijn arm en van zijn hand. En het mag echt als een excuus gelden. Capes neemt nog wat water en wat rust. Want er kan hem weinig meer gebeuren. En Wulfsen, de fut is er totaal uit. Nog 2 zakken voor hem. En de wereldtitel voor Jeff Capes duurt nog bijna 1 zak. En 1 zak meer voor Siem Wulfsen. Jeff Capes. Laatste zak naar die wagen. En dan is hij sterkste man van de wereld. Begroet hier door Jon Paul Sigmarsson. Die fantastische tijd maakte. De tijd van Capes was trouwens 1.36.3. Dat was de tweede tijd. En dan is het drama daar voltrokken voor Siem Wulfsen. Want hij wordt ook nog gepasseerd door Jon Paul Sigmarsson in het eindklassement. Zijn tijd was 1.44.1. Siem Wulfsen die zo lang als eerste stond, maar het dan toch moet laten afweten. De blessures waren te zwaar aan zijn hand. En voornamelijk aan deze arm. Maar hij had toch een fantastisch toernooi, evenals alle 3 de Europeanen. En dit is de eindstand. Jeff Capes wint voor het eerst een wereldtitel. Sigmarsson kruipt voor Wulfsen en wordt tweede. En de Nederlander eindigt dus eervol als derde. I heard you say at last. Well, at last, yes. When this is my 10th strongest man championships. And in world representation in the past, I finished 3rd, 2nd, 4th. And I've been dreaming all along to make it 1, 2, 3, 4. And I mean, I think it's a great achievement in its own right. But I'm more proud that at last I'm taking it home to where it belongs in Britain. And I was even more pleased when Europe, the 1, 2, 3, Capes, Wulfsen and Sigmarsson are 1, 2, 3 in the world. So Wulfsen's, you know, third. That's right, and Sigmarsson's second. So, what more fairy tale ending than all 3 coming on the same plane together, drinking beer together, playing cards together, and they're going to stand on that rostrum together. Siem, ik kan niet anders zeggen als gefeliciteerd. Je hebt gedaan wat je moest doen en het kon gewoon niet beter. Nee, ik ben dik tevreden. Derde van de wereld is het moeilijkste wat me kan overkomen.
En ik heb mijn best gedaan. Alles is gegaan zoals het moest. Een paar tegendingen in mijn arm. Een paar andere dingen, maar ik ben dik tevreden. Weer die blessure dus. En ook het feit dat Jeff Capes ontzettend ervaren is in deze competitie. Hè? Ja, zeker. Dat hebt u mee. En heb er ook wat je voor getraind en wat je best gedaan. Het is in ieder geval prima dat de nummer 1, 2 en 3 van Europa toch weer met z'n drieën op het Eerschafot staan straks. Ja, zeker weten. Dat vind ik prachtig. Want die mannen uit Amerika hadden er veel meer van verwacht. En nou zijn het de Europeanen. Nou, hoe ga je dan naar huis straks? Dolgelukkig. Ladies and gentlemen, would you greet the world's strongest man in fourth place from Canada, Tom McGee. In third place from Holland, Simon Woofsa. Runner-up from Iceland, Jón Páll Sigmarsson. And now, the world's strongest man in 1983, from Great Britain, Jeff Capes. Try it again, Jeff. Het is hem gegund, deze 34-jarige Jeff Capes. Hij blijft minstens een jaar in het bezit van de titel de sterkste man van de wereld. Drie Europeanen winnen het van twee Amerikanen, een Nieuw-Zeelander, een Nigeriaan en een Canadees. En Jeff Capes neemt revanche op het feit dat Wulfse Europees kampioen werd. Mogen het antwoord van de Nederlander spoedig volgen. Ladies and gentlemen, a final round of applause for the world's strongest men.